Welkom bij deze nieuwe video. Je hebt het al in de titel kunnen lezen. We gaan namelijk nog één keer dit jaar een make-up testen video doen. En dit keer met eigenlijk grotendeels de items die ik heb gekocht met Black Friday. En die Andrea voor me heeft meegenomen uit New York. Ik sta echt te trappelen om deze producten te gaan proberen. En ik heb er heel erg veel zin in om dit met jullie te delen. Dus ik zou zeggen, veel kijkplezier en laten we hopen dat er nieuwe favorieten uitkomen. Zo, ik heb mijn basis al aangebracht, want ik had geen foundation, concealer of poeder om in dit geval te testen. Maar het eerste product wat ik ga testen is wel voor het gezicht. En dat is deze blush van Triina, waar ik best wel benieuwd naar ben. Dit is de Triina de No Rules Cream in de kleur 503. En ik vertelde al in de Black Friday shopblog, dit is een beetje een soort van de Pillow Talk kleur van Triina. Ik ben heel benieuwd hierna. Het is in principe een cream waar je alles mee kan. Het leek mij vooral mooi als blush, dus ik ga hem uitproberen. Nou kan je dit natuurlijk op verschillende manieren aanbrengen, want het heeft namelijk een applicator. Het product lijkt mij best gepigmenteerd en daarom wil ik het eerst eens even uittesten door gewoon een stipje op mijn hand te doen. Dit even te blenden en dan aan te brengen op mijn wang. Want ik heb zo vaag vermoeden dat die best gepigmenteerd zal zijn. Eens even kijken. Ik pak een redelijk grote fluffy kwast en daarmee ga ik de blush aanbrengen. Dit is inderdaad, zoals ik al bedacht had, een best wel gepigmenteerde blush. Je hebt ook echt maar één drupje nodig, dat hebben we nu kunnen zien. Eén drupje is dus echt genoeg, maar dit is in ieder geval hoe dat de blush eruit ziet. Ik vind de kleur best wel mooi. Het is wel een beetje wennen qua finish. Het is echt wel wat meer creamy. Ik ga toch de andere kant eens doen door een stipje aan te brengen op mijn wang. Kijken of dat makkelijker blendt. Ik heb wel het idee dat je redelijk snel moet werken. Volgens mij is de blush ongeveer een beetje hetzelfde qua prijs als die van Rare Beauty. En ja, in principe kan je dit dus ook voor oogschaduw of lipstick gebruiken. Dus het is best wel een multifunctioneel product. Maar mijn idee was dus wel echt om deze als blush te gebruiken. Ik moet zeggen, ik vind hem wel mooi. Maar ik vind hem niet zo heel erg mooi blenden. Dat kan op zich ook ermee te maken hebben dat ik al afgepoederd heb. Dat doe ik namelijk altijd met mijn Hourglass poeder. En daarna breng ik dan de producten aan. Omdat die over het algemeen best wel goed werkt met cream producten. Ik vind deze op het eerste gezicht toch wat vlekkeriger ofzo. Ik heb het idee dat je het op camera misschien niet zo heel goed ziet. Maar ja, ik vind dat wel zichtbaar. Het zou er ook mee te maken kunnen hebben dat ik nu een BB cream op heb gedaan in plaats van echt een foundation. En omdat dit product natuurlijk best wel gepigmenteerd is, dat dat niet helemaal lekker met z'n tweeën combineert. Maar ik was wel benieuwd naar hem om een keer te proberen. En de kleur vind ik, zoals ik al verwacht, dat wel erg mooi. Er zit echt wel een beetje een glow overheen. Dus misschien gewoon nog even wat vaker gebruiken met andere combinaties. Maar dit is in ieder geval dus de No Rules Cream. Ik ga ook nog even wat highlighter aanbrengen. Ik gebruik deze van Lumine. Dit is de kleur Golden Hour. En tegenwoordig gebruik ik dat pipetje dus echt gewoon om stipjes te zetten. Dat doe ik met zowel de bronzer als met de blush als met de highlighter. En ja, ik moet zeggen, het werkt echt super makkelijk. En ik vind het ook echt een hele mooie liquid highlighter. Ik heb de basis nu in principe gedaan. Ik heb geen product verder voor de basis van mijn oogschaduw of voor mijn wenkbrauwen. Dus ik sla zo meteen even een stapje over. Maar ik ga wel nog even deze lip oil aan je laten zien. Deze lip oil is van het merk Fleeky. En als ik het goed heb gezien, is dat een Duits merk wat ze bij Lico verkopen. En deze komt best wel vaak voorbij. Eigenlijk net als met de Hishcope Gloss en de Dazzle Lip Liner dacht ik van, dit wil ik ook nog een keertje proberen. En dit is de Fleeky Glowy Lip Oil in de kleur Melon Pink. Ik vind de verpakking in ieder geval echt heel erg leuk. De dop kleurt leuk bij de trui die ik nu aan heb. En ik weet niet. Ik was gewoon wel benieuwd. Ik vind lip oil natuurlijk sowieso wel fijn. Lekkere grote applicator ook. Komt ook in best wel wat kleuren. Het is wel grappig, want verder staat Fleeky er volgens mij heel erg onbekend dat ze met wenkbrauwen en wimpers met name veel doen. Van die thuiskitjes en zo, om hetzelfde liften. Maar ze hebben dus ook een lip oil, dus die ga ik nog even aanbrengen. Oh, dat voelt wel echt super zacht. Deze komt qua kwaliteit zeker heel erg in de buurt bij die van Clarence. Ik vind deze ook echt super lekker voelen. Melon Pink is natuurlijk best wel een wat fellere kleur. Dus ik vind het leuk dat je net even een beetje kleur ziet. Ik laat dit nu gewoon heel even zo zitten. Kunnen mijn lippen ondertussen een klein beetje hydrateren. En straks haal ik het eraf om de lipstick aan te brengen. Maar deze is wel echt heel fijn. Gewoon lekker zacht op de lippen. Ruikt ook niet heel sterk. Ja, lekker product. Dan ga ik even mijn oogschaduwbasis aanbrengen en even mijn wenkbrauwen doen. En dan ben ik zo meteen terug met het maken van de ooglook. Ik heb mijn wenkbrauwen in de tussentijd ook gedaan. Dus tijd om verder te gaan met de ooglook. Ik ga natuurlijk deze prachtige oogschaduw van Urban Decay dragen vandaag. Dit is de Moondust Eyeshadow van Urban Decay in de kleur Space Cowboy. En je ziet het goed, ik heb hem stiekem al gebruikt. Ik kon het echt niet laten. Maar ik wil hem ook heel erg graag even op camera laten zien. Omdat het best wel een glitterige oogschaduw is en die eigenlijk het mooiste is met
met een zo subtiel mogelijke ooglook ga ik een cream oogschaduw gebruiken als basis. Dat is deze van Danessa Myricks Beauty. Die had ik eigenlijk al best wel een tijdje geleden gekocht. Niet echt veel gebruikt. En laatst heb ik hem weer een keer gebruikt. Dacht ik, oh, dat is toch echt best wel fijn. En dit is de kleur Exposed. Dus wat ik doe een klein beetje van deze op mijn hand. Dan pak ik een blending brush. En daarmee ga ik in de cream shadow gewoon een beetje blenden op mijn hand. Zo. En dit breng ik dan onder andere aan in de arcade boog. En Exposed is met name een hele mooie, ja, een beetje een aarde tint. En is echt perfect voor in de arcade boog. Zo, en zoals je ziet blendt dit echt super makkelijk. Het is even wennen, maar het is serieus wel een aanrader om eens een keer met zo'n cream shadow een look te maken. Ik vind met name Exposed is echt gewoon de perfecte, ja, nude aarde tint. Zo, en voor de oogschaduw ga ik eventjes inzoomen, want ja, deze is zo verschrikkelijk mooi. Ik ga hem eerst even voor je swatchen. In de hoop dat je al een beetje kan zien, ja, wat die zo bijzonder maakt. Als je goed kijkt zie je een paar hele kleine fijne glittertjes erin zitten. En zoals je ziet qua kleur, ja, is die niet zo heel licht of donker. En juist dat combineert dus echt prachtig op het ooglid. Het geeft dus net even een klein beetje die dekking. Maar met name is die gewoon heel erg mooi glitterig. Dus zeker als je houdt van een glittery oogschaduw, maar ook wel van een subtiel lookje, ja, dan is dit echt de perfecte kleur daarvoor. Ik kan met recht zeggen dat ik begrijp waarom deze kleur zo super viral is gegaan. Ik ga de rest van de ooglook nog even afmaken. Doe nog even een eyeliner op. En dan ga ik zo meteen, waar ik heel erg benieuwd naar ben, deze mascara testen van Tower 28. Of die echt zo fijn is. Zo, de ooglook is klaar. Het enige wat dus nog ontbreekt is de mascara. Ja, ik ben hier echt super benieuwd naar. Echt bijna alle Amerikaanse YouTubers die ik volg hebben echt geraved over deze mascara. Dus ja, het zou echt top zijn als dit een nieuw favoriet zou kunnen worden. Want hij is ook nog eens best leuk geprijsd. Het enige nadeel, hij is niet hier in Nederland eenvoudig te koop. Je moet hem echt bij de Sephora bestellen. Maar ik ben wel heel benieuwd hiernaar. Ik ga eerst natuurlijk nog even mijn wimpers krullen. Ik begin even met deze kant. Oké, dan ga ik eerst eens even kijken naar het borsteltje, want die heb ik eigenlijk nog helemaal niet bekeken. Dat is wel heel grappig. Deze doet me echt heel erg denken aan mijn Lash Idol mascara van Lancôme. Dus dat belooft best wel wat goed. Want zoals jullie weten is dat een van mijn favoriete mascara's. Of de favoriete mascara. Ik ga eerst met dat borsteltje even over de bovenkant heen. En dan ga ik hem van onder naar boven. Ja, dit is absoluut een beetje hetzelfde soort effect. Oh, wat grappig, joh. Ja, ik vind dit soort borsteltjes toch over het algemeen echt wel het fijnst. Omdat ze eigenlijk ieder wimperhaartje meenemen. En daardoor blijven die wimpers ook veel langer omhoog staan. Ik heb wel het idee dat dit wat subtieler is als met de Lash Idol. Ik heb ook het idee als ik naar het borsteltje kijk dat er niet super veel mascara op het borsteltje komt. En daardoor kan je natuurlijk wat meer laagjes opbouwen. En dat is op zich wel heel ideaal. Nou, hij pakt echt ieder haartje mee. Kijk even dit effect. Ik ben best impressed. Nou ja, dit soort borsteltjes vind ik ook echt perfect voor de onderwimpers. Ik heb hem nu één keer gebruikt en ik begrijp nu al waarom dit een fijne mascara is. Hij pakt gewoon al je wimperhaartjes. Hij maakt dat hij echt gewoon een mooie, ja, waaier effect heeft. Je ziet mijn wimpers ook boven mijn eyeliner uitkomen. I get it. Ja, dit ziet er echt goed uit. Het grote verschil met die van Lancôme is denk ik dat je daar net even nog iets sneller effect mee hebt. Want ik denk dat dit borsteltje misschien iets minder product, zeg maar, erop heeft. Of in ieder geval die stopper die erin zit, maakt dat er, ja, best wel veel van het borsteltje afgaat. Wat heel gunstig is als je geen klontjes wil. Maar op zich vind ik het wel mooi als er, ja, als je wel ziet dat ik mascara op heb. Maar misschien is het gewoon even oefenen. Oké, want nu zit er bijvoorbeeld wat meer aan. Maar zodra je hem dan gaat kammen, dan separeert hij dus heel mooi. Dus zeker voor de mensen die dus snel klontjes in hun wimpers hebben, zou dit echt een uitkomst zijn. Ja, ik vind het vooral gewoon echt bizar dat hij gewoon wel goedkoper is. Want er staat me bij dat ik op het bonnetje zag staan toen Andrea hem meenam. Ik dacht 17 of 19 euro. Ik denk, nou, dat vind ik wel echt heel leuk geprijsd. Ik weet echt niet wat ik meemaak. Ik heb lang niet dit effect gezien met een mascara naast die van Lancôme. Ik ben daar natuurlijk niet voor niks zo blij mee. Nou heb ik aan allebei de kanten natuurlijk, ja, in principe één laagje gedaan. Ik ben toch wel even benieuwd als ik er nog een laagje overheen zou doen, hoeveel ik dan zou kunnen opbouwen. Dus ik ga nog één keer ook aan deze kant iets aanbrengen. Oh, ik zie al gelijk dat dat ook prima gaat. Dus het is niet dat ze daar heel hard van worden of zo. Het is net even die final touch. Nou, ik vind de effect in ieder geval echt top. Ik ben benieuwd hoe lang het blijft zitten en of die, zeg maar, gaat uitlopen of iets. Maar ik begrijp echt de hype van deze mascara. Kijk even naar het effect van mijn wimpers. Het is echt bizar. Oké, dan heb ik nog een lip liner en een lipstick die ik graag aan je wil laten zien. En ik sluit dadelijk nog af met een parfum. Ik ga eerst nog even de lip oil een klein beetje eraf halen van Fleeky. Zo, ik ga deze lip liner gebruiken van Buxom. Die liet ik ook al zien in de Black Friday shop. Die kwam ik een tijdje geleden tegen op TikTok. En dat was echt, zeg maar, de beste lip liner van het moment. Dit is de Buxom Powerline Plumping Lip Liner in de kleur Hush Hush Henna.
En dit is hoe dat hij eruit ziet. Dus hij heeft een soort van ja, driehoekjes vorm. Ik vind dit niet het meest ideaal met aanbrengen, maar ik ga het gewoon uitproberen. Meestal is het dan het handigst om bij je cupido boogje te beginnen. Oh, hij is wel echt super smooth. Doordat hij zo groot is, is het makkelijk om je hele lip mee te nemen. Het is wel een mooie kleur. Hij is echt een beetje, ja, weer pillow talk-achtig. Misschien iets donkerder. Zo, omdat het nog best wel een wat diepere kleur is, ga ik hem een beetje blenden met mijn vinger. Anders vind ik de lijn denk ik iets te hard. Eigenlijk zou dit zelfs ook al best wel pretty zijn. Nou hou ik wel echt meer van een glossy lip. Maar ik vind de lipliner qua kleur ja, wel echt heel erg mooi. Nu komt zeg maar het klapstuk, want ik ben heel benieuwd naar deze lipstick. Dit is de Yves Saint Laurent Rouge Volupt Candy Glaze Lipstick. En dit is nummer 15. Ik vertelde het al in de Black Friday shoplog. Deze stond super hoog op mijn wishlist. Maar ja, is blijkbaar echt alleen buiten Nederland verkrijgbaar. Of in ieder geval, ja, Amerika sowieso. Dus ik ben al heel blij dat ik hem in ieder geval heb kunnen bemachtigen. En dit zou echt de perfecte lipstick zijn voor die ja, glossy look. En ja, 15 leek mij een hele mooie kleur. Ik vind dit er echt super mooi uitzien. De lipstick combineert echt super mooi met de lipliner. Had ik eigenlijk niet verwacht, maar dat is dus wel zo. Ja, het is echt een super glossy effect. Dus echt een beetje dat, ja, wat ik zei, karamelliseerde appel. Echt een beetje die glow. Ja, ik vind dit echt heel erg mooi. Ik kan me voorstellen dat dit zeker een favoriet gaat worden. Nice. Dit wordt zeker wel een nieuwe favoriete lipcombo, denk ik zo. Zo, en dan is dit de uiteindelijke look. Dit zijn dus ja, de nieuwe make-up producten die ik heb uitgeprobeerd. Maar we zijn nog niet klaar. Want we sluiten nog af met een parfum. Deze van Kajali. Dit is de Kajali Yum Pistachio Gelato 33 Intense Eau de Parfum. Nou ja, Kajali is natuurlijk van Huda Beauty. Voor degene die dat nog niet wisten. En ja, toen deze geur uitkwam was iedereen zo lyrisch. Dat ik dacht van oké, ik heb nog nooit iets van Kajali geprobeerd. Dus misschien dat ik dat nu een keertje moet doen. En ja, laat ik dan deze nemen. Ik ben namelijk best wel een pistache fan. Dus ik dacht, nou ja, pistachio, gelato, ik probeer het. Ik heb dus dit kleine flesje gekocht. Dit is een flesje van 10 ml. Deze heb ik zelf in ieder geval besteld online bij Ici Paris. Volgens mij hebben ze van meerdere geuren ook kleintjes, mocht je daar interesse in hebben. En pistachio gelato is een combinatie van pistache, hazelnoot, zoete rum, whipped cream. Dus ik denk dat ze daar slagroom mee bedoelen. Marshmallow en suikerspin. Dus het is echt wel een combinatie dat je denkt, oké, bijzonder. Daar wilde ik hem ook graag proberen. Dus dit is in ieder geval hoe dat die eruit ziet. En ik ga hem gewoon lekker opdoen. Er komt in ieder geval echt een hele ja, krachtige geur wel omhoog. Ik vind het gelijk echt een soort van geurexplosie. Wat je normaal hebt met smaakexplosie, dit is een geurexplosie. Ik denk dat ik nu met name een combinatie van pistache en ik denk rum ruik. Maar hoe langer die erop zit, hoe meer er een soort van zoete, ja, suikerspin omhoog komt. Ik vind het echt een hele bijzondere geur. Ik denk dat ik niet eerder zoiets in mijn collectie heb gehad, maar al helemaal niet eerder heb geroken. Dus het is echt wel een geurexplosie qua, ja, verschillende noten. Ik vind het niet verkeerd, moet ik zeggen. Ik denk alleen niet dat het echt heel erg een everyday geur is. Maar ik vind hem wel lekker. Ik vind dat hij wel wat bijzonders heeft. Dus ja, ik vind het op zich, ik vind het wel een leuke ontdekking. Ik ben ook wel benieuwd of jij wel eens een geurtje van Kajali hebt geprobeerd. En ja, welke dan jouw favoriet is. Dit is in ieder geval de Pistachio Gelato. En ik denk dat ik deze wel vaker ga dragen. Zo, dan waren dit dus echt alle producten. Ik ga ze nu allemaal nog even stuk voor stuk langs om nog even een eindconclusie te geven. Allereerst natuurlijk de ja, No Rules Cream van Triina in 503. Nou, ik vind de kleur nog steeds echt super mooi. Dat is ook de reden dat ik dacht, nou, dit is wel een leuk product, want ik vind deze kleur sowieso heel erg mooi. Dus is hij niet mooi als blush, dan kan ik hem misschien wel als lipstick dragen. Ik heb hem nu natuurlijk echt alleen gebruikt als blush. Ja, ik moet zeggen, ik vind hem overall wel mooi in combinatie. Ik vind hem dus nog steeds wel wat vlekkerig. Dus als ik heel eerlijk zou moeten kijken naar de kwaliteit, of in ieder geval hoe mooi dat hij erop zit, dan vind ik het niet een wauw. Ik vind de kleur wel heel mooi. Dus ik ga eerst nog eens even kijken, ja, of het misschien lag aan mijn poeder of aan mijn BB cream dat hij niet zo lekker erop ging vandaag. Maar overall, ja, vind ik het wel een leuk product. Dus ik ben niet super enthousiast, maar ik vind ook geen flopper. Ik vind het wel leuk om daar nog een beetje mee te spelen. Dan de Fleeky Lip Oil. Ja, dit vind ik dus echt wel een heel leuk product. Nou weet ik dat bijvoorbeeld Fenty Beauty ook een lip oil in het assortiment heeft. Bijvoorbeeld een Cherry Lip Oil. Volgens mij is deze in verhouding goedkoper. En ik vind deze dan toch, ja, wel bijzonder of zo. Ik vind het leuk dat er ook verschillende kleurtjes zijn. Dit is dan natuurlijk best wel een beetje een, ja, een beetje watermeloen kleurtje. Er is ook bijvoorbeeld een wat meer nude kleur. Er is ook een soort van toffee brown. Dus ik vind dit echt wel een
leuk product. Ik wil hier wel meer van proberen, maar dit wordt denk ik wel een nieuwe favoriet. Dan natuurlijk de oogschaduw van Urban Decay. Ja, dit is eigenlijk al een nieuwe favoriet. Ik begrijp de hype echt helemaal. Het is een ontzettend mooie glitter oogschaduw die echt perfect is voor, ja, toch die everyday glam. Het lijkt bijna alsof mijn oogleden er een soort van nattig van zijn. Ja, dat is wel gewoon echt wat je wil. Dus ja, mocht je deze al heel lang op je wishlist hebben staan en toch twijfelen van, ja, is het worth it? Ik vind het echt wel worth it. Nou, over de mascara ben ik in ieder geval echt super enthousiast. Dat had ik eigenlijk al wel een beetje verwacht toen ik het borsteltje uit de huls haalde. Want ik wist even niet meer uit mijn hoofd hoe het borsteltje eruit zag. Maar het effect ziet er ook echt prachtig uit. Ik heb hem nu natuurlijk al wat langer op. Want als ik nu kijk naar mijn wimpers, staan ze mooi nog rechtop. En ja, dat is precies het effect waar ik van hou. Dus ook bij deze snap ik echt de hype. En vind ik het echt totally worth the hype. En ja, ondanks dat hij niet zo makkelijk verkrijgbaar is, ga ik hier nog wel veel plezier van hebben, denk ik. Ik denk mijn twee favoriete producten uit deze video. Want wauw, wat een prachtige lipcombo. Ik vind de lipliner echt super mooi. Ik ben wel blij dat ik hem nog een beetje met mijn vinger heb geblend. Want ik vind het puntje, en dat is aan de ene kant natuurlijk heel fijn, maar die vind ik best strak. Het is natuurlijk een groot oppervlakte van kleur. Dus hij is best wel gepigmenteerd. Maar ik heb ook wel het idee dat hij daardoor misschien wel heel erg goed blijft zitten. Dus ik vind het een leuke ontdekking. Ik had nog niet zoveel van Baxum. Overigens, het is natuurlijk een plumping lipliner. Daar voel ik eigenlijk niks van. Ik weet dat de plumping lipliner van Too Faced bijvoorbeeld echt tintelt. Ja, dit is wat mij betreft niet echt een plumping product. Het maakt mijn lippen misschien optisch wel wat voller. Maar dat stukje mag je wat mij betreft met een korreltje zout nemen. Maar de kleur snap ik echt heel erg dat die zo populair is. En dan de Rouge Verliebt Candy Glaze Lipstick van Yves Saint Laurent. Wauw, wauw, wauw. Wat ben ik hier blij mee. Wat een prachtige kleur. Ik zat toen heel erg te twijfelen over de kleur. Maar 15 is echt gewoon perfect. Een prachtige, ja, een beetje oud roze nude kleur. Super mooi die shine. Voelt ook echt lekker hydraterend op de lippen. Dus ik denk dat dit ook echt heel erg winterproof is. Ja, ik ben hier wel heel erg blij mee. Ik ben Andrea in ieder geval heel erg dankbaar dat ik hem door haar nu heb mogen proberen. Want ja, dit wordt echt wel een nieuwe favoriet. Weet ik zeker. En dan dus als laatste de Pistachio Gelato Parfum van Kajali. Het ruikt hier nog steeds super lekker. Ik vind het ook echt wel een wintergeur. Ik denk als ik hem nu wat langer ruik, dat ik echt wel wat meer die combinatie van pistache en ja, toch een beetje die zoetigheden ruik. Maar ik vind het niet overdreven zoet. Ondanks dat ik die geurnoten, ja, best wel zoet vind klinken, is de combinatie gewoon heel erg lekker. Dus ik denk dat dit best wel heel erg een populaire wintergeur zou kunnen zijn. Ik denk dat ik het in de zomer wat minder zou vinden. Maar zeker voor zo'n klein flesje, omdat ik al best een uitgebreide parfumcollectie heb, vond ik het leuk om deze een keertje te proberen. Zo, dan was dit in ieder geval weer de make-up testen video van deze keer. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. En wil je in 2024 nou ook weer deze serie graag vervolgd zien worden, doe dan zeker even je duimpje omhoog. En laat me zeker weten beneden in de reacties wat jij in 2024 nog graag in de make-up testen video's zou willen zien. Welke producten, misschien nog een nieuwe categorie. Laat het zeker weten. En mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, dan is dat heel eenvoudig te doen. Met één druk op de rode knop, de abonneren knop. En dan word je ook gezellig lid van de Sharkademy familie. Dus doe dat zeker. Voor nu wil ik je ontzettend bedanken voor het kijken. En ik zie je graag volgende week zondag weer met een nieuwe video. Tot dan! Doei!